Helemaal de skinkadee. Welkom bij Hardcore Mode, bitches. Niet bitches, want dat is een vrouwelijke ronde. We gaan eventjes... Ik had gewoon zin om te gaan een soort van survivalen, maar met een challenge. Ik bedoel, ik heb trouwens ook geprobeerd om mods te installeren, maar for some reason doet het niet. Dus als iemand ooit een keer zijn hele Minecraft folder wil sturen met bijvoorbeeld alleen maar creeps en weirdos die werkt... Dan zou ik dat heel erg op prijs stellen. Maar laten we maar gewoon beginnen. Ik bedoel, veel meer kunnen we niet doen. Zolang het geen sneeuwlevel is, vind ik alles best. Een moeras, oké. Oké, dus als je doodgaat, wordt deze wereld gedeleteerd. Dat is volgens mij het hele idee. Deze wereld komt bekend voor. Pumpkins. De hartjes zijn ook raar. Het ziet er raar uit. Ik heb nog nooit hardcore gespeeld, dus ik weet niet. Het wordt een hele beleving volgens mij. Damn. Ik ben al lang niet meer zo Minecraft begonnen, zeg maar. Die is best dan. Mooie grote boom. Kunnen we mooi fucking veel hout van halen? Kijk, zou ik gelijk een cave in gaan? Of zou ik eerst... Ik denk dat het slim is om een cave op te spawnen. Alhoewel, dat boeit ook eigenlijk niet zoveel. Want als ik mijn huis kwijtraak... Of als ik doodga, dan ben ik alles kwijt. Dus ik kan net zo goed gaan lopen, lijkt mij. Daar ligt nog geen hout. Tenminste, dat denk ik dat het slimste is. Ik ga denk ik gewoon eventjes lopen. Totdat ik iets tegenkom. Ah, dammit. There we go. What the fuck, koe? Jij bent zo meteen dood, trouwens. Just saying. Ik zou rennen, koe. Voordat je niet meer kan. Hij zegt, come at me, bro. Door die 360 te doen. Sowieso zegt hij dat. Ik weet zeker dat hij dat zegt. Want ik versta... Koes. Koes. Koeskoes. Wat? Hebben we nu genoeg hout? Jawel. Ik moet even mijn standaard uitrusting maken. Van steen en shit. Nou, dan gaan we even nog deze twee pakken. En dan maken we even stone tools. Saplings heb ik ook niet nodig. Dus slash care. There we go. Laatst vertelde Dennis mij... Oh ja, toen hebben we Ultimate Duel Survival gerecord. Dat was vanochtend. Dammit. Hey Roman. Als je kunt klikken. Als je klikt dan... Op je nummer toetsen dan... Verander je ook. Toen zei ik, ja dat doe ik altijd al. Oh, dat wist ik nu pas. Zeg allemaal even in de volgende episode die hij opneemt. Of upload. Noob. Van Roman. Met een hartje erbij. En het is niet slim volgens mij om van shit af te springen. Just saying. Want ik verlies ik HP. En als ik HP verlies, dan verlies ik leven en dan ga ik snel dood, et cetera. Ik ga voor denk ik 20 staan. Wat ik zou kunnen doen is bijvoorbeeld zeggen ik mag geen huis maken. Dus ik moet zeg maar alle shit bij me houden of wegdroppen of whatever. Maar dat gaat dan waarschijnlijk gebeuren in versie 2. Ik wil wel graag een huis bouwen, eerlijk gezegd. Oké. Bam, 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 bam. Iemand zei ook tegen mij dat ik views verloor en dat is het gedoe omdat ik geen singleplayer meer deed. En persoonlijk dacht ik, dat is bullshit, maar... Wow. Epic cave hoor ik hier. Ik dacht eerst dat het bullshit is. En volgens mij is dat ook nog wel een beetje zo. Maar ik doe gewoon niet graag singleplayer stuff, zeg maar. Als ik singleplayer stuff doe, dan moet ik zeg maar alleen zin hebben om iets te gaan doen. Kijk, bijvoorbeeld als ik Duel Survival ga doen, dan... Heb ik altijd nog, als ik geen zin heb bijvoorbeeld om te recorden, dan is altijd Dennis nog bijvoorbeeld die zin heeft om te recorden. Als we allebei geen zin hebben, dan recorden we niet.
Maar bijvoorbeeld zoals nu, ik heb gewoon zin om eventjes te gaan survivalen. Ik bedoel, ik heb niet zoveel te doen. Ik heb tijd en klaar. Ik ga gewoon eventjes survivalen. Nu, welke... I'm meneer Chicken. Meneer Chicken, dat kan niet. Dan moet het een... Nevermind. Het moet een haan zijn, wilde ik zeggen. En toen wou ik het in het Engels zeggen, maar dan krijg je... Ja, dat precies, ja. Ik moet ook nog een keertje een popfilter kopen, want dan hoor je niet dat geheig van mij in die microfoon. Jullie mogen trouwens altijd doneren. Er staat een doneerbutton, volgens mij, ergens op mijn kanaal. Zo niet, vraag er dan eventjes op. That'd be really fucking gay. Ik denk dat ik toch maar zo meteen eerst eventjes een cave in ga. Ik heb genoeg kool, dus ik kan gewoon shit doen in die cave. Dus... Nou, dan ga ik wel gewoon niet te lang in die cave blijven. Dat vind ik een goed idee. Ik ga trouwens ook proberen mijn video's 2 per dag te maken. Alleen bijvoorbeeld zoals vandaag. Het is nu... Even kijken, hoeveelste is het? Het is nu donderdag. 5 juli. Deed YouTube heel erg raar. Als je ging uploaden, dan kreeg je tot 10% en dan kreeg je een error. Van, hey, sup, ja, wij doen het even niet meer, dus peace out. Zo ging het eigenlijk een beetje. En ik heb dus iets van mijn video 3 keer geprobeerd te uploaden en bij de 3e keer lukt het. 3 maal scheepsrecht, blijkt wel. Maar, ja, als dat soort dingen niet in de weg zitten, ga ik wel gewoon proberen 2 video's te uploaden. Al heb ik de laatste tijd gezegd dat ik minder ging uploaden. Ik heb gewoon een heleboel materiaal nog liggen. En ik ben ook van plan om nog een heleboel materiaal te gaan recorden. Dus ik dacht, hè, waarom ook niet? Dit gaat vrij diep al. Oh, dit is zo'n spiraal. Damn it, fuck you, creeper. Up. Pickaxe to the face. Ha. Ha. There we go. Alright. Als jullie trouwens mij nog steeds niet volgen op Twitch, link staat in de beschrijving naar mijn livestream kanaal. Ik livestream om de dag ongeveer. Ik begin meestal rond een uurtje of 3-4. En eindig meestal rond een uurtje, hangt vanaf. Als ik geen zin meer heb na het voorteten, dan stop ik om 6 uur. En zowel als ik zin heb om door te gaan, dan stop ik meestal pas heel laat rond een uurtje of 10:30 of zo. Ik stream dus bijna... Nee. Ach. Stream is bijna elke dag, dus check het even uit. Ik speel voornamelijk League of Legends. Minecraft zit er niet heel vaak in, omdat ik dat dan graag record. En op YouTube zet, zodat mensen het zo vaak mogelijk kunnen kijken. En meer mensen het ook kijken. Ik ga vast nog wel binnenkort een keer een georganiseerde stream doen. Dan zou ik wel een video uploaden van wanneer ik live ga. Een dag van tevoren of zo. En ja, dat komt er vast ook nog wel aan. In de vakantie ga ik waarschijnlijk heel veel live streamen. Is er misschien... Zet eventjes in de comments. Zou jullie het leuk vinden als ik bijvoorbeeld een hele livestream ga recorden? Zodat jullie een beetje het gevoel hebben van... Ik weet niet zeker of ik wel een livestream wil volgen. Maar dan weten jullie een beetje van... Hey, zo gaat de livestream dus. Het is in principe... Stel, ik livestream met Boyd. Is het een beetje hetzelfde als ik een dual commentary doe met hem. Maar dan op een andere manier, zeg maar. Dat we het niet recorden. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo. Nou, ik heb genoeg kool al. Dat is duidelijk. Kwam ik vandaar en dan... Ah ja, I see. Ik moet even een zwaard maken. Dus dat ga ik even doen. En ik ga ook nog even wat meer pickaxe en shit maken. Eens zien. 1, 2... Daar dan nog 2 van. Even georganiseerd een beetje maken. Ja, dat helpt dus niks. Komt gewoon weer terug. Whatever. Ja, dat is wel goed zo. Ik neem dit gewoon mee. Houtbesparing. Niet dat er niet genoeg hout is in Minecraft, maar daar gaat het even niet om. Nog steeds geen food, hè?